Welkom bij deze instructie over het constructivisme en het suprematisme. Het constructivisme en het suprematisme zijn stromingen die ontstaan in Rusland en ook voornamelijk daar blijven. Deze stromingen zijn sterk beïnvloed of voortgekomen uit het communisme, dus hebben een sociale taak. Later worden deze stromingen afgeschaft en werd het sociaal realisme ingevoerd ter verheerlijking van Stalin. Het constructivisme zoekt naar helderheid en constructie. Je moet kunnen zien hoe het is gemaakt. Dit wordt gedaan met opzet van geometrische figuren, dus de basis geometrische vormen die we kennen in de wiskunde. Het constructivisme is een rationele en verstandelijke beweging. Als geheugensteuntje zou je kunnen stellen dat het constructivisme de Russische Bauhaus is. Maar schrijf dit nooit op op een toets. Het suprematisme is op zoek naar de ultieme abstractie. Het suprematisme is een spirituele stroming. Zij zoeken naar de geest boven de ratio, maar verwerken dit wel conceptueel. Als geheugensteuntje zou je kunnen zeggen dat suprematisme de Russische de stijl is. Maar ook hier schrijft dit nooit op op een toets. Een goed voorbeeld van een suprematisch werk is het zwarte vierkant van Malevich. Malevich stelde dat als je alle afbeeldingen, alle dingen, alle kleuren, alle vormen, alles in de hele wereld op elkaar zou plakken, of op elkaar zou zetten, er een zwart vierkant overbleef.